En er moet een structurele oplossing komen voor de woningnood in Suriname. Dit zegt Louis Vismalen, voorzitter van Stichting 1 voor 12, voor de zoveelste keer. De STVS-redactie sprak hem naar aanleiding van het geval waarbij een gezin van 5 4 dagen in een auto langs de waterkant heeft moeten slapen. Het gezin is door tussenkomst van 1 voor 12 aan onderdak geholpen. Dit gezin heeft de woning toegewezen gekregen van een mevrouw, door tussenkomst van een mevrouw, eigenaar woont in Nederland en de eigenaar heeft geen bezwaar dat ze daar wonen. Maar, er is een maar, de man heeft aangegeven dat hij vakman is. Hij is maandag begonnen met werken en hij is gescreend door de mensen dat hij inderdaad een vakman is, dus hij moet in het bedrijf werken. Aan mij verdient volgens mij, als ik me niet vergis, 600 SRI per dag. Dus nu werkt hij in een bouwbedrijf en moeder als de moeder zal huisvrouw blijven en eventueel als er ook een werk voor haar gecreëerd wordt, nou, dan is het compleet, dan hebben man en vrouw geld. Volgens Vismalen moet de regering organisaties betrekken bij het aanpakken van de woningnood in ons land. De instanties die in nauw contact staan met het sociaal behoeftige deel van de gemeenschap kunnen degelijk een bijdrage leveren. Vismalen is van mening dat personen die nog niet in het bezit zijn van een woning als eerst in aanmerking daarvoor moeten komen. Er wordt nog steeds kritiek geleverd op 1 voor 12. Sommigen vinden dat in het voornoemd geval sprake is van huiselijk geweld. Vismalen zegt dat er geen aantoonbaar bewijs daarvoor is, maar hij stelt dat het er bij hem steeds om draait de situatie voor de kinderen beter te maken. We hebben ze in contact gebracht met de buurtmanager van waar ze wonen, van hey, gooi je oogje voor me. Dat alles goed gaat en de buurtmanager die gaat één keer in de week om even een kijkje te nemen dat alles goed gaat. En wij blijven ze ook volgen. Wij hebben ze toegezegd 3 maanden lang te begeleiden, te onderhouden met voeding, met andere dingen.